Hallo, leuk dat je kijkt naar deze Astro Tarot voorspelling voor 2016 per sterrenbeeld. Mijn naam is Esther van Herenbeek van Praktijk Esther van Herenbeek, waarin ik mij bezighoud met astrologie, tarot en numerologie. Omdat ik het heel erg leuk vind dat je kijkt en ik natuurlijk heel graag nog meer mensen kennis wil laten maken met mijn werk, heb ik besloten om een winactie te doen. Ik ga namelijk een kalender van mij verloten. Dat is de Astrologische Scheurkalender 2016. En dat is een kalender ter waarde van €14,50. En per dag kun je zien van welke astrologische gebeurtenissen daadwerkelijk gaande zijn. Dus stel, op een dag gaat de zon de leeuw in, dan beschrijf ik dat ook, hoe laat dat precies is en wat dat dan betekent. Dus elke dag leer je dan iets over de astrologische standen en wetenswaardigheden. Die ga ik verloten onder alle kijkers van mijn filmpjes. Maar daarnaast ook nog een astrologische almanak 2016. In dit boek vind je namelijk per sterrenbeeld wat jou het komende jaar te wachten staat. En ook nog heel veel andere hoofdstukken. Zo zal ik in dit boek dingen beschrijven zoals de maanfase, daar ga ik dieper op in. Ook beroepen die passen bij elk sterrenbeeld. En ook nog heel veel andere dingen die je hierin terug kunt vinden. En dit boek kost in de winkel €14,95 en die zal ik ook gaan verloten. Sowieso omdat het een nieuw jaar is en ik dat heel erg leuk vind om te doen. Nou, wil je daarvoor een aanmerking komen, dan zou het leuk zijn als je je abonneert op mijn YouTube-kanaal, een duimpje omhoog doet en ook even een comment of een reactie zet van waarom jij nou heel graag de kalender of het boek zou willen winnen. Ditzelfde geldt ook voor Facebook. Deel mijn filmpjes op Facebook, vind mijn pagina leuk en zet eronder ook eventjes waarom jij heel graag een boek of een kalender zou willen winnen. En in de loop van januari maak ik de winnaar bekend, of de winnaars, want ik selecteer twee winnaars, één voor de kalender en één voor... Hallo Steenbok, leuk dat je kijkt naar deze Astro Tarot voorspelling voor het jaar 2016. Ik ga zo dadelijk een kaart trekken uit deze Rider-Waite Tarot kaarten. En die kaart geeft aan wat je als thema, als tendens, als uitdaging mag verwachten voor het komende jaar 2016. Daarna trek ik ook een inzichtkaartje. Daarop staat een tekst wat nog wat extra informatie geeft over die kaart die ik dan al eerder voor jou heb getrokken, specifiek voor jou als steenbok in 2016. Wel wil ik je er even op wijzen dat dit algemene, globale voorspellingen zijn voor jou als steenbok en voor alle steenbokken die deze filmpjes bekijken. Wil je nou echt specifiek een jaarlegging voor jouzelf, wat helemaal toegespitst is op jou, waarbij ik dan ook 12 kaarten gebruik, dan is het misschien handig om eens een keer een consult te overwegen. Dat kan hier persoonlijk in mijn praktijk in Noord-Brabant. Maar het kan ook op afstand als je verder weg woont. Dan kan ik het schriftelijk voor je uitwerken en dan mail ik het je of dan stuur ik het je op. Of het kan ook via Skype. Nou, zou je dat graag willen? De kosten zijn €65. En om een afspraak te maken en meer informatie te vinden, kun je hieronder naar dit filmpje even kijken, na deze opname. En daar staat alle informatie die je daarover kunt vinden. Dus zeker doen als je graag meer persoonlijke informatie wilt. Nou, dan gaan we nu gauw over naar jouw jaarkaart 2016. Dus wat staat jou als steenbok te wachten het komende jaar? Dan heb ik de kaart kracht. En kracht wil zeggen dat jij best wel voor wat uitdagingen kunt komen te staan in 2016. Maar dat het wel belangrijk is dat je daar niet voor wegloopt. Het is meteen ook een uitdaging voor jouzelf en voor jouw persoonlijkheid en voor jouw groei en ontwikkeling. Durf het namelijk aan te gaan, want dan kun je ook verder komen. Dan kan er ook een nieuwe oplossing komen. Dan kan er ook iets nieuws gaan ontstaan. Op het moment dat je ervoor wegloopt, dus dat je denkt, nou, ik laat dit even passeren, dan blijf je er veel langer mee rondlopen dan eigenlijk de bedoeling is. En wordt het allemaal ook veel zwaarder dan het eigenlijk bedoeld is voor jou. Dus 2016 is een jaar waarin kracht van jou gevraagd wordt daarin.
En niet zozeer om jou te plagen of om jou dwars te liggen, maar juist om jouzelf sterker te maken. Op het moment dat je de leeuw in zijn ogen durft aan te kijken, dan zul je ook zien dat het vaak veel minder erg of minder zwaar of minder moeilijk is dan je van tevoren zou hebben gedacht. Dus durf het aan te gaan, durf in die zin ook een risico te nemen. Kracht geeft ook aan dat je bewust mag zijn van hoe je met jezelf omgaat in dit jaar. En met name ook van, ben je wel lief genoeg voor jezelf? Of ben je heel erg streng voor jezelf? Eis je heel veel van jezelf? Want dat maakt je ook minder krachtig dan zou kunnen zijn. Dus zorg ook dat je liefdevol voor jezelf bent. Dat je lief met jezelf omgaat. Want dan kun je het ook allemaal veel beter aan, veel beter toepassen, aangaan. En dan wordt het jaar voor jou gewoon veel minder pittig. En ja, dat is denk ik toch wel iets waar je zou na moeten streven. Naast dat kaartje de kracht, wat het thema is voor jou voor 2016, trek ik natuurlijk ook een inzichtkaart. En dat is, ik vergeef mijzelf de fouten uit het verleden. En dat sluit wel heel mooi aan op deze kaart van de kracht. Wat je vroeger hebt gedaan, dat telt nu eigenlijk niet meer. Als je dat ziet als een levensles, als een levenservaring, kun je het nu gebruiken om betere keuzes te maken, om andere keuzes te maken. En daardoor dus liever voor jezelf te zijn en tot een betere oplossing te komen. Dan lukt het je ook om de uitdagingen aan te gaan die 2016 je voorschotelt en waardoor je dus krachtiger en verder kunt komen. En dat denk ik dat toch echt wel de rode draad is voor jou in 2016. Je kunt heel veel bereiken, je kunt een hele ontwikkeling doormaken, maar dan wel als je het aangaat, er niet voor wegloopt, leert van de fouten die je hebt gemaakt en die op een andere manier gaat toepassen in 2016. Dan moet het gewoon helemaal goed komen en niet zo streng zijn voor jezelf. Eis gewoon minder dingen van jezelf dit jaar. Dan zal het ook heel anders gaan voelen voor jou dit jaar. Nou, dan bedank ik je heel hartelijk voor het kijken. Ik wijs je graag nog heel even op de winactie waarover ik het aan het begin van dit filmpje heb gehad. Doe gewoon mee, want wie weet win jij het boek of de kalender en weet jij elke dag van het nieuwe jaar wat jou te wachten staat op astrologisch vlak. Ook wens ik je gewoon een heel mooi 2016 toe, waarin hopelijk al jouw dromen, wensen en verlangens uit zullen komen in goede gezondheid. En ik hoop je graag terug te zien bij een volgend filmpje of in mijn praktijk. Graag tot ziens en bedankt. Doei!